Ja, anderhalve lijnzorg kan ik het beste uitleggen als volgt. Heel veel zorg wordt geleverd in de eerste lijn door de huisarts en de medewerkers van de huisarts, misschien wel 90%. Maar soms is het toch zo dat een vraag wat ingewikkelder is, dat het net even de deskundigheid van de huisarts overstijgt. Anderhalve lijnzorg is er juist voor bedoeld om die zorgvraag die zeg maar wat laagdrempeliger is, wat eenvoudiger van aard, waar minder diagnostiek voor nodig is, in een setting te brengen die veel goedkoper is dan het ziekenhuis. En daarmee hebben we natuurlijk een grote bijdrage aan de doelmatigheidsagenda en de duurzaamheid van de zorg. In het ziekenhuis is natuurlijk uitgebreid gesproken over deze ontwikkeling, een initiatief wat van buitenaf op het ziekenhuis is afgekomen. En medisch specialisten hebben zich expliciet uitgesproken dat zij in principe willen gaan voor het leveren van integere zorg. En integere zorg is dan nooit meer zorg leveren dan strikt noodzakelijk is. Dat zou op een andere locatie kunnen. Daarom hebben we de stadspolies ingericht waar de medisch specialisten consulten gaan doen. Het gaat vooral over het meekijkconsult. Dat betekent dat zij meekijken op verzoek van de huisarts of er ziekenhuiszorg nodig is of niet. En vanuit de universiteit willen wij meten wat het effect is van de anderhalve lijnzorg. Dit gaan we doen aan de hand van het Triple Aim concept. En het Triple Aim concept gaat uit van een verlaging van de kosten in de gezondheidszorg, maar bij een gelijkblijvende of hogere patiëntenvredenheid over de zorg en een gelijkblijvende of hogere gezondheid van de patiëntenpopulatie. Dat doen we aan de hand van vragenlijsten die we aan patiënten geven over hun gezondheid op dit moment en na een consult in de anderhalve lijn. En gaan we door middel van databases kijken wat de kosten zijn nu die anderhalve lijnzorg er is in vergelijking met zorg zonder de anderhalve lijnzorg.